De UNSDG jeugdambassadeurs hebben vanmorgen samen met de leerlingen van de Sint-Gertrudeschool Wereldmilieudag gevierd. Deze dag is gisteren herdacht. Het gaat om de leerlingen van de 5e en 6e klas. De jeugdambassadeurs hebben de leerlingen geïnformeerd over het thema air pollution of luchtvervuiling. De UNSDG jeugdambassadeur Shermaine Pansa vindt het belangrijk dat de leerlingen weten wat er zich allemaal in het milieu afspeelt. Daarom deze informatiedag, zegt zij. We vinden het belangrijk om Wereldmilieudag te vieren. Het was gisteren, maar we doen het vandaag. Omdat jongeren geïnformeerd moeten worden wat er zich allemaal afspeelt in het milieu. De UN staat voor, is een betere plek maken voor mens, plant en milieu. Het milieu hoort erbij, mensen horen erbij. Dus we moeten mensen erbij betrekken om het milieu te ordenen. Dus vandaar dat we ervoor hebben gekozen om, ja, we starten bij jongeren, om ze te informeren wat de gevolgen zijn voor een, bijvoorbeeld, het thema van het jaar is air pollution, luchtvervuiling. En om ze eigenlijk informatie te geven wat allemaal, hoe luchtvervuiling wordt ontstaat en hoe we het kunnen voorkomen. Omdat de UN is leave no one behind. We gaan van jongeren naar ouderen, naar de midden. Het maakt niet uit. We hebben ieder bij. Er zijn UN-dagen en aan al die UN-dagen proberen we een event te koppelen. Waarbij we awareness proberen te brengen. Want voor je grotere dingen gaat doen, moet men eerst weten waarvoor is de UNSDG jeugdambassadeursprogramma er. Men moet eerst weten alvorens ze meegaan. Dus vandaar dat we deze kleine movement starten. Zodat we de bevolking eigenlijk willen bewegen om achter ons te staan. Mede UNSDG jeugdambassadeur Sifern Hammond geeft aan dat het belangrijk is om dit thema met jongeren te bespreken. Zo kunnen wij ze van meer informatie voorzien, zegt hij. We weten wat voor impact het zal hebben. Als de jongeren thuis komen en praten met hun ouders, met hun broers, met hun zuster, met tante, oom, snapt u? Dan denk ik dat zij ook die awareness verder kunnen brengen naar hun mensen toe. Het is belangrijk dat wij de gedachtegang van de 17 UNSDG doelen niet uit het oog verliezen. En dat is zoals mijn collega zei, de aarde een betere leefplek maken voor mens, plant en dier. En als we samen hiervoor kunnen staan en bij de jongeren kunnen beginnen, want wij zijn ook jongeren. Dus daarom is het belangrijk dat wij dan deze awareness campagne starten en vandaag zijn we hier bij de Gertrudeschool om daar invulling te geven. Nou, het is een challenge. We moeten niet doen alsof het zo makkelijk zal gaan, maar het is wel een uitdaging. En wij als pas gekozen jeugdambassadeurs gaan die uitdaging niet uit de weg en we staan ervoor en we zeggen van nee, de jongeren moeten we benaderen en de jongeren moeten we bereiken, want wij worden ook eens ouder. En als we nu al kunnen starten om te zeggen van nee, we gaan ervoor, we moeten een statement maken om de lucht niet te vervuilen, om de aarde niet te vervuilen, dan denk ik dat we het dan, ja, over 10, 20 jaren dat diezelfde trend dan zou blijven. Sifern Hammond, UNSGD jeugdambassadeur. Hij sprak vanmorgen tijdens de informatiesessie in het kader van Wereldmilieudag. Deze sessie is samen met enkele leden van het jeugdparlement en UN-vertegenwoordigers gehouden en was bestemd voor leerlingen van de 5e en 6e klas van de Sint-Gertrudeschool.